Mijn naam is Ben van der Hoven, ik ben internist-intensivist en ik ben hier werkzaam sinds 2000. Dit is IC, we zijn hier in een kamer die speciaal gereserveerd is voor patiënten met corona. En het is normaal gesproken de box waar ook IC-patiënten in zijn algemeenheid worden behandeld, maar ze zijn nu gereserveerd specifiek voor de coronapatiënt. Dat betekent dat de box is aangepast en dat er niet te veel voorraden op de box zijn. Nou, dan hebben we in de IC natuurlijk een populatie die meer monitoring nodig heeft. Gekoppeld zit een systeem wat signalen van het lichaam omzet in elektronische signalen en die worden daardoor weergegeven. Het tweede wat op de IC typisch is, is een beademingstoestel. Want mensen komen omdat een orgaanfunctie uitvalt en de eerste die vaak uitvalt zijn de longen. En mensen kunnen dan niet meer goed ademen en hebben dan hulp met die ademhaling nodig. En dat doen we met beademingsmachine. Dat is dit apparaat. Het bed is beweegbaar. We kunnen de patiënten verschillende houdingen leggen. Dus we kunnen met het hoofd naar beneden. Als bijvoorbeeld de bloeddruk te laag is, dan kun je daarmee de bloeddruk corrigeren als het mee zit. We kunnen ze ook met de benen naar beneden leggen om te voorkomen dat, dat de ademhaling moeilijk wordt. Wat het kenmerk is van de coronapatiënt, en dat is anders dan bij de gemiddelde IC-patiënt die beademd wordt, is dat er heel veel mensen eigenlijk baat hebben bij op de buik beademen. En dat klinkt een beetje gek, want normaal liggen patiënten op hun rug in de IC en dan worden ze eigenlijk de hele periode zo behandeld. Maar je kunt je voorstellen dat als mensen op hun buik worden behandeld, dat betekent dat je de patiënt moet draaien. En dat de verzorging lastiger wordt, want je kan het gezicht niet goed zien, want dat ligt in het kussen. Je hebt een moment waarbij het draaien is een risicomoment, want de buis die, waar de beademing doorheen gaat, die zit in de luchtpijp, die mag natuurlijk nooit eruit vallen. Daarom staat er altijd één man aan het hoofd en twee mensen aan weerskanten van het bed om bij dat draaien te helpen. Nou is dat bij iemand van 75 kilo nog wel te doen, maar we hebben ook mensen van 140 kilo. En dat betekent dat je dus daar echt heel voorzichtig mee moet zijn, want als die buis eruit gaat, dan heb je echt een groot probleem. Waarom die mensen op hun buik het zo goed doen, dat heeft te maken met het feit de vorm van je longen is dusdanig dat de achterkant van je longen groter zijn dan de voorkant. Je middenrif staat een beetje schuin en de achterkant van je longen, daar zit dus gewoon meer longweefsel en dan kan je dus meer zuurstof opnemen en meer koolzuur afgeven. Die corona die veroorzaakt een ontzettend sterke ontstekingsreactie in het lichaam. Daar hebben meerdere organen dan alleen de longen last van. De nieren zijn heel kwetsbaar en die gaan eigenlijk als eerste meedoen met het hele proces, vallen dan uit. En dan hebben we van twee dingen last. We kunnen de afvalstoffen kunnen niet kwijtgeraakt worden, dus allerlei zouten stapelen ze op die weer andere dingen veroorzaken. En er zijn ook andere afvalstoffen die weer fenomenen veroorzaken in andere organen van het lichaam, waardoor die het ook niet goed gaan doen. En dus moet je die nierfunctie overnemen en daar heb je je dialyse voor nodig. Dus waar wil je ze hebben? Ja, ik leg het hier in. Want ze zijn voor A en B, hè? De afgelopen dagen is iets wat ik echt nog nooit meegemaakt heb. Ik doe dit vak nu 30 jaar ongeveer. Ik ben ook de oudste van het spul hier. Maar ik heb een hoop meegemaakt, maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dit is buiten categorie. Kijk, wij kunnen wel van alles willen, maar de verpleging moet het uitvoeren. En die meiden die zijn fantastisch. Speciale oogpleisters. Het is natuurlijk altijd teambehandeling op de IC, maar we vragen nu wel heel veel van ze. En wat je merkt is dat gewoon niemand is, niks is te veel, alles kan. En geen woord van weerstand, helemaal niks. Dus dat is echt wat me echt opgevallen is. De kamer is nu nog leeg, maar we weten dat er iemand in aantocht is en die wordt verwacht over een half uur. En dan is deze kamer meteen ook in gebruik zoals hij bedoeld is.